Hallo. Eerst en vooral hoop ik dat het met iedereen heel goed gaat. Ik ben voorlopig nog gezond, ik hoop met jullie ook. Maar we gaan elkaar jammer genoeg een tijdje niet kunnen zien op de academie. Dus ik ga proberen om jullie toch nog een beetje bezig te houden thuis. Dus wie zin heeft, die mag gewoon meedoen. Ik stuur jullie elke week een filmpje of misschien gewoon een opdracht die ik naar jullie mama's en papa's mail. En dan mogen jullie die maken. En als je daar een fotootje van trekt en dat terugstuurt naar mij, dan kan dat misschien toch nog een beetje leven in ons academiebestaan brengen. Ik ga vandaag beginnen met een opdracht. Ik ga die helemaal voordoen voor jullie. Je hebt een schaar en lijm nodig. Je hebt wit papier nodig en je moet eens gaan neuzen in het oud papier. De rest ga ik jullie zo tonen. Daag! Mijn oud papier, kleurtjes die ik mooi vind. Je kan tijdschriften of kranten nemen, misschien karton. Dan heb je twee papieren nodig. We gaan beginnen met één papier. We gaan daarop allemaal strookjes leggen. Dus je mag strookjes knippen uit het oud papier dat je hebt gekozen. En je legt die allemaal naast elkaar op je blad. Dus die mogen even lang zijn als je papier. En zo leggen we heel ons papier vol. Als ons papier vol is, dan gaan we lijm doen op ons blad. Helemaal. Wie geen lijm heeft, kan dit misschien met plakband doen of je kan het er gewoon opleggen, zoals een puzzel. Voilà. Ziezo, dat is mijn achtergrond. De zijkantjes kan je nog afknippen als er randjes uitkomen. Dan mag je je tweede papier nemen en dat gaan we dubbel plooien. Er is een kant die open is en er is een kant die geplooid is. We gaan knippen op die plooilijn, dus niet op de kant die open is. En we gaan zelf verzinnen welke vormen we eruit knippen. Dus dat mogen kromme of rechte lijnen zijn die je eruit knipt. Dan mag je je papier openvouwen en we leggen het op onze achtergrond. Je mag lijm doen op die vorm. En die kleven we erover. Ziezo, dat is wat ik heb gemaakt. Nu ga ik eens goed kijken. Ik zie daar precies wel een mannetje in. Dus ik ga nu met een stift en misschien met het witte papier dat ik nog over heb, proberen daar oogjes op te kleven, een mond, een neus. Ik kan die armen geven, haren enzovoort. Zo, dat was het. Ik ben heel benieuwd wat jullie gaan maken, dus stuur zeker naar mij een foto van wat je gemaakt hebt. Of je mag ook een filmpje terugsturen als dat kan. Ja. Verder, als je nog vragen hebt, mag je dat ook altijd sturen. Ik hoop dat jullie het gezellig hebben thuis en dat jullie toch genoeg hebben om zich mee bezig te houden. En ik hoop dat ik jullie heel snel terug ga zien. In elk geval mag je volgende week nog een opdracht van mij verwachten. Juf Katrien van de andere klas heeft ook een filmpje gemaakt, dus dat ga ik ook naar jullie doorsturen, zodat jullie nog een tweede opdracht kunnen doen. En verder mag je nog altijd een berichtje sturen of iets spelen enzovoort. Dag allemaal!